Ja. Ik vind het wel spannend, nou weer in een amusementsprogramma. Dus ik heb het een tijdje niet gedaan. Ik heb het vroeger vaak gedaan, maar ik had uiteindelijk toch het idee dat ik vooral werd uitgelachen. Dus ik ga vandaag me puur op de inhoud concentreren. Dat lijkt me heel goed. Geen grappen, niet leuk zijn. Oh, dat lijkt me heel goed. Voor het eerst in tijden ben ik het hardgrondig met u eens, meneer Balkende. Maar wat ga ik eigenlijk aan? Oh, u heeft geen broek aan. Hella, muze, minnares en vrouw, wat ga ik aan? Ah, daar ben ik. Neemt u mij niet kwalijk dat ik nog niet helemaal gekleed ben. Maar mijn vrouw was even... Ja, ik heb dat wel eens gehad bij Den Haag vandaag. Had ik ook geen broek. Maar dan zit je achter een tafel, hè? Dus dan geeft het niet zo erg. Heeft u die tas gedurende een langere of kortere periode uit het zicht gehad? Zijn er navelpiercings in de zaal? Zo mogen er geen navelpiercings? Nou ja, dat is gewoon deurbeleid, hè. Zo'n navelpiercing, dat kan net zo goed de trekring van een handgranaat zijn. Jawel, maar als je geen navelpiercings en geen tatoeages hebt, heb je een lege zaal natuurlijk. Nee, trouwens, volgens mij was dat net de Lille. Volgens mij is het een uitzending. Ze kunnen knippen. Oh, ze kunnen knippen. We moeten eerst even die security checken. We hebben die lijst, die moeten we even afmaken. Mensen, ja. Voor uw eigen veiligheid. Voor uw eigen veiligheid, dames en heren. Moet u maar aan winnen. Nederland is geen verzorgingsstaat meer. Nederland is een veiligheidsstaat geworden. Zelfs als je als ouwe vandaag op je eigen bed in een verzorgingshuis wordt vastgebonden, is dat voor je eigen veiligheid. Zijn er Tsjetsjenen in de zaal? Aanhangers van Poetin? Zwarte weduwe in de zaal? Niet? Nee. Ja, heel fijn. Trouwens bij Poetin altijd. Dan denk ik, Nederland zou eigenlijk een sterke man moeten hebben. Ja, en een nog veel sterkere man om hem te beveiligen. Oké, we zijn eruit. Geen langharig tuig, geen potentiële crowdsurfers, geen headbangers en geen mensen met een moslimachternaam. Waarmee niet gezegd is dat elke moslim een terrorist is, hè? Nee, natuurlijk niet, maar elke terrorist is wel heel toevallig een moslim. Ja, maar dat is gewoon logica, hè? Dat is die Socratische manier dat je zegt van ja, alle zwanen zijn wit, maar niet alles wat wit is, is een zwaan. Ja, vanwege de KLM natuurlijk. Ja, 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 ja. Goed, spreekkoren. Spreekkoren in de zaal. Ja, als je net van plan bent, de muziek staat scherp. Dus we knallen er meteen bovenop. Ja, ja, dus... De gastvrijheid is een mooi ding, maar je kan je niet alles laten aanleunen. Wat had jij nou voor dingetje laatst bij de deur? Ja, gelaatst bij die deur, maar ik kan niet maar naar binnen. Ja? En ik zeg, ja, je komt er niet in, vriend. Ja, moeilijk doen, dit, dat, je kent het wel. Ik zeg, er is een besloten feest gaande met een thema. Ja, en wat was het thema? Jong, blank en succesvol. Ja. Zijn er vluchtwegen bekend? Want die zijn dus daar. Laatste vraag nog. Zijn er mensen met brandend maagzuur? Of u niet te dicht bij de feestversiering wil gaan zitten? Dank u wel. Goed, zijn er mensen die alles vaker een opname van een televisieprogramma hebben bijgewoond? Ja, ik. Ja? Waar ben je geweest? Kopspijkers. Kopspijkers? Ik ben geweest. Eruit. Die moeten we hier niet hebben. Move. Nee, daar ken je alle grappen al. Move. 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 Kom op. Ja, zijn we al begonnen? Ja. Als het gaat om gastvrijheid, zeg ik prima. Maar het moet natuurlijk wel van twee kanten komen. Kijk, mensen zijn hier natuurlijk van harte welkom. Maar je moet wel bereid zijn om je handen uit de mouwen te steken. Ja, ik denk dat mijn vrouw en ik dat heel hoog in het vaandel hebben staan. Ja, gastvrijheid. Ik denk ook dat het hele cliché over de Nederlander, dat de Nederlander nooit meer dan één koekje bij de thee presenteert, dat voor ons absoluut niet opgaat. Je kunt bij ons koekjes pakken, zoveel als je wilt. Ze zijn alleen wel geteld. En gezenderd. En daarom hou ik ook zo van die typisch Hollandse gewoonte om gasten te vragen om te komen fonduwen. Hmm. Nou, wat wij dan wel eens deden was kaasfondue. Weet je, ken je dat nog? Dan deden we 4 flessen wijn in een pan. En dan ging dan een blokje emmentaler bij. Dat weet ik nog wel. Sharon, what's he talking about? Cheese fondue. Wat ik van fondue vind. Nou ja, toppie joppie. Ja, daar doe je het voor, kippenvel. Ja, 4 jaar lang zeg. Ja, maar hoort er allemaal bij, hè? Goed zo.
Nee, ik mag geen vrouwen meer lastigvallen. Ik mag geen scheten laten. En ik mag zeker niet fondue op de set. Maar het staat ook in de algemene voorwaarden, hè. Bonfire is eigenlijk genoemd naar een fondue stand. Ik heb ook een paard gehad dat heette Spiritus. En dat maakte je dan heet, dat het ging smelten. En dan dus brood aan een stokje en dan lekker soppen. Ja. Maar soms liet ik het brood ook gewoon weg. Ja. En soms liet ik de kaas ook gewoon weg. Eigenlijk ging het mij meer om de wijn, hoor. Ja, ik kan me nog goed herinneren. We waren aan het fonduen en toen viel opeens het stukje brood viel van het vorkje in de kaas. Nee, omdat u vroeg om een leuke fondue-anekdote. Ja, leuker gaan ze niet worden, hoor. Wat was het onderwerp ook alweer? Ik zou die teksten aangeleverd in Ariel Black 14 net aanzetten met Courier 9. Hey man. Ariel Black vet had ik gezegd, hè? Vet, het is gewoon, dat kan ik toch niet lezen, joh. We hebben een stukje voor je uit de krant. Kun je misschien iets mee doen? Ja. Moet je wat mee doen in je programma? Moet je voorleggen aan balkenden? Een man hakt tong zeurende vrouw af. En die met een notenkraker heeft die tong heeft die er helemaal uitgerukt. We hebben het over India. Ja, nou, en er wonen hier toch ook Indianen? Ja. Ja. Je kunt toch even aan die vrouw, dan, dat je dat aan die vrouw... Nou, dat is misschien lastig zonder tong. Ja, oké. Okay. Kan even aan balkenden voorleggen? Ja, daar schiet er wel mee op. Jongens, ik neem het wel mee. Ja? Ja. Ja, heel goed. Smerig verhaal is het, hè? Dan gaat er niets meer doen. Hartelijk welkom bij De Stem van het Volk, het praatprogramma met de mening van de man in de straat. Te gast hebben wij vandaag de cabaretier die onlangs 60 jaar is geworden, Freek de Jonge. En onze eigen premier, Jan-Peter Balkenende. Meneer Balkenende, ja. Dat was al even schrikken dat de begroting van volgende week dinsdag zomaar op straat lag. Nou, ik wil niet alles meteen op het bordje van Gerrit Zalm schuiven, maar ja. Je ligt één dag in het ziekenhuis en het land is meteen onbestuurbaar. Hoe is het trouwens met de voet? Ja, gaat goed. Gaat lekker. Ja. Ik hoefde niet op de wachtlijst natuurlijk. Ik kon meteen geholpen worden. Dus, Ik vind die zwerende teen van u eigenlijk wel een passende metafoor voor de toestand van het land. De verrotting begint onderaan. Nou, ik dacht zelf, het is nou misschien even pijn lijden, maar je moet het in een groter verband zien. Verband. Goed hoor. Mag je wel gebruiken hoor. Nou, gesteld dat ik dat zou willen, ja. Nou, ik heb uw programma gezien afgelopen zondag. Er kon wel een paar grapjes gebruiken, dacht ik. Meneer de Jong, je bent veel in het nieuws geweest de laatste tijd. Hè? Je bent 60 jaar geworden, er is een documentaire over u gemaakt. Hè? Je bent met het megaproject De Vergrijzing begonnen. En ineens overlijdt uw vroegere compaan Bram Vermeulen. Ja. Wat heeft Bram Vermeulen eigenlijk betekend? Nou, Bram is van groot belang geweest voor het vaderlandse cabaret natuurlijk. Al was het maar omdat hij een van de grootste theatertalenten van de 20e en de 21e eeuw heeft wakker gekust en tot grote hoogte heeft opgestuurd. Namelijk Freek de Jonge. Nou ja, mijn bescheidenheid belet me om die conclusie zelf te trekken. Maar het is natuurlijk diep tragisch dat iemand als Bram de vergrijzing niet meer heeft mogen meemaken. Ja, en dan draait het toch weer om u. Nou ja, uiteindelijk draait het allemaal om mij. Ja, ik heb een immens ego. Ik zeg wel eens tegen mijn vrouw, het enige wat nog prominenter in mijn leven is dan mijn ego, dat ben jij, mijn ego. Oppassen dat het geen conferentie wordt. Waarom niet? Ik vind het altijd wel leuk hoor, die conferences van u. Dat liedje van Flappy, dat vond ik altijd zo leuk. Flappy, weet je wel, het zit op het randje, een beetje pikant, maar heel door. Flappy heb ik nooit gezongen! Nee, zingen is misschien ook niet de hele juiste omschrijving. We hebben de eerste vraag. U hamert de laatste tijd heel erg erop dat de generatie van de jonge cabaretiers, dat ze niet meer leuk mogen zijn. Waarom zegt u dat? Ach, je hoort mij niet zeggen. Je mag niet dit of je mag niet dat. Dat is die andere cabaretier met die bril. Ik wil niet meer denken in die deugt wel en die deugt niet. Maar het cabaret van tegenwoordig, dat deugt natuurlijk niet. Wat is er dan precies mis mee? Ach, dat moet allemaal maar leuk zijn. Het theater is van oudsher het bordeel van de lach. Maar het is een afwerkplek geworden. Het publiek zou zich vies moeten voelen. Alles is behaagziek, alles moet maar wel leuk zijn. Ik ben er na al die jaren volledig op uitgekeken. Mijn Mephistopheles heeft een rode neus. Ik heb mijn ziel aan de duivel verkocht.
Ja, nou zitten we toch met z'n allen een beetje op de grap te wachten. Ja, en ik heb het gevoel dat ik er een beetje voor spek en bonen bij zit. Dat ik er alleen ben voor het leuke plaatje, ja, zeg maar. Is er misschien iemand die een vraag heeft voor meneer Balkende? Meneer Balkende, deze week is minister Donner benoemd tot hoofd van de terroristische bestrijding. Ja. Terroristenbestrijding. Okay. Maar is het niet veel logischer dat minister Remkes deze taak kreeg? Ja, als we er in dit land mee bezig waren om de juiste man op de juiste plaats te krijgen, dan zat ik hier niet natuurlijk. Touché, ja. Maar het is heel duidelijk en helder. Rampen die vallen onder minister van Binnenlandse Zaken, dat is Remkes. En de terrorismebestrijding valt onder Donner, dat is minister van Justitie. Ja. Ja, maar meneer Balkende, stel, er stort een vliegtuig op een kerncentrale. Ja. Hoe weten we dan of dat een gewone ramp is of een terroristische aanslag? Ja, nou, daar hebben we natuurlijk over nagedacht. Daar zijn heel duidelijke criteria over. Sense and simplicity. Als het met opzet is, dan is het een terroristische aanslag. En dan valt het onder het ministerie van Justitie. Dat is een dollartje. En als het per ongeluk is, dan valt het onder het minister van Binnenlandse Zaken. Dat is een remkesje. En als dat vliegtuig nou veel te laat vertrokken is, dan valt het onder verkeerde matenstaat. En is het een karlepijsje. Ja, maar meneer Balkende, hoe weet je nou of het per ongeluk of expres is? Ja. Ja, dat vraag je dan na afloop aan die piloot natuurlijk. Die moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen, ja. Ja, je hebt nog een vraag. Ik heb een vraag voor de minister-president. Meneer Balkende, ik heb thuis een wasbeer. Een klein wasbeer, dat is een heel schattig wezen. En dat gaat ook allemaal heel goed. Alleen de laatste tijd begint hij opeens met zijn onderlichaam... begint hij rare bewegingen te maken tegen de tafelpoot. En ik vroeg me af, misschien heeft u enig idee wat dat zou kunnen betekenen? Ik geloof niet dat ik de aangewezen persoon ben om daar nou meteen antwoord op te geven. Oh. U roept altijd dat zeg maar, de zwakkeren in de samenleving dat die niet hoeven in te leveren. Maar als je nu die plaatjes ziet die zeg maar, door het Centraal Planbureau worden vrijgegeven... zijn het dus juist weer de zwakkeren die moeten inleveren. Hoe kan dat? Wilt u daar misschien iets over zeggen? Ja, om nog even terug te komen op het hele wasberenverhaal. Heeft u iets veranderd in de voeding? Of, Ik heb een vraag voor u. Vindt u ook niet dat leerlingen weer u moeten zeggen tegen de meester? Nou, dat vind ik heel goed dat u dat zegt. Dat vind ik een heel goed punt. Al dat Jan en Piet en Klaas, bedoel ik, vind een onderwijzer, die straalt gezag uit. En vroeger werd er ook tegen een minister werd er excellentie gezegd. En tegenwoordig is dat niet meer. Ik vind, iemand waar je respect voor hebt, daar zeg je u tegen en die noem je niet bij zijn voornaam. Touché, Jan-Peter. Jan-Peter, bedankt. Of zal ik maar gewoon JP zeggen? Hoeft allemaal niet zo formeel. Ik zie eigenlijk wel een hele interessante parallel tussen jou en meneer De Jonge. En jullie willen allebei serieus genomen worden, maar het publiek wil eigenlijk alleen maar om jullie lachen. Nou. Dit was het eerste deel van De Stem van het Volk. We zijn straks bij u terug. Pas goed op jezelf.
everybody. I'm Johnny Saget, Bob Saget's unfunny brother, and welcome to America's unfunniest home videos. But before we start, let me tell you something unfunny that happened to me on the way to the studio. I saw somebody in the car, and I thought it was my brother, so I shouted, "Hey, Bob." But it turned out he just looked like my brother. I made a mistake. Okay, let's watch some videos. This one was sent in by John Fredericks, a bank clerk from Ohio. He's using a hose to water his plants. Let's see what happens. That was extremely unfunny. It can't get any unfunnier, or can it? Check out this little boy. He's playing on the swing. Sounds dangerous. Have a look. Boring. That was really unfunny. But let's look at this week's winner. Mr. and Mrs. Jones from Houston, Texas, send us a tape of their cat, Ronald. I can't wait. Congratulations, Mr. and Mrs. Jones. You've got one unfunny cat. Keep sending in those videos and join me next week for America's least exciting car chases. Here's a preview. Den Haag mij hoort als ik zeg, Mustafa heeft zich hier in ons dorp onmisbaar gemaakt. Ja. Hij is een van onze vrienden. En verdorie nog aan toe, vrienden mag je niet laten wegsturen. Ja. Inderdaad, ik woon hier nu... Vijf jaar in Nederland. En ik heb hier een hele leuke tijd gehad. Maar ja, je vaderland blijft altijd in je hart zitten, natuurlijk. Dus ja, toen ik hoorde dat daar was weer veilig en ik was blij en opgelucht. Dat ik nou kan helpen om het daar op te bouwen. En dan kan ik ook mijn familie weer zien. Kijk. Mustafa, hey. Maak je niet druk, jongen. Wij zorgen wel dat je niet wordt opgepakt door dat monster van Verdonkenstein. Hey, Mustafa. Hey, kom je vanavond voetbal kijken op de grote kijkbuis? Nee, ik kan niet. Oh, nou, als je me geen regendans doet, hè, dan lassen ze de hele wedstrijd af. Ik beheers de regendans niet. Ja, toch een kunst. Hij is geweldig nog groot. Aan het begin had hij moeite met de aanpassing. Maar ja, we hebben allemaal ons best gedaan. En dan hoort hij er echt bij. Dit is een wereldgozer. Een topgozer. En wat denk je dat er gebeurt als hij teruggaat naar zijn vaderland? Nou, dan wordt hij waarschijnlijk doodgeschoten. Nou, het is gewoon schandalig dat ze Mustafa weg willen sturen. Hij woont hier nou een jaar of... Vijf. Vijf, ja. Hij was net bevallen van Barbara. Ja. Een jaar of vijf en hij hoort er gewoon helemaal bij. Kijk,
Ja, toen wij hoorden dat er iets zo'n centrum kwam, toen schrokken wij ons rot, hoor. Dat zal ik je eerlijk zeggen. Toen bleek hij een onwijze topgozer te zijn. Ja, echt hartstikke leuk. Hij heeft zelfs een keer op onze kinderen gepast. Ja, we zeggen net dat ik een topgozer ben. Dat je te vertrouwen bent, hè. Dat je een keer op onze kinderen hebt gepast. Vroeger hadden we hier zo'n hele groep met van die jongens, maar dat werkt niet. Dat gaat bij elkaar zitten klitten, dat spreekt de taal niet, hè? Criminaliteit. Maar Mustafa is hier nu de enige asielzoeker en dan werkt het dus wel. Ja. En dan kan je Nederlandse cultuur echt lekker aan de gang met zo'n jongen. Ik zeg wel eens gekscherend tegen mijn man, Mustafa is een beetje een project van ons allemaal. Heel goed. Heel goed, schat. Ja, sire legitimatie. Ja. Kijk, is allemaal goed, is allemaal goed. Dat is allemaal dik in orde, meneer Olmczyk. Ik heb de papieren er nog eens bij gepakt. Ja. Alle stukken doorgenomen. Ja. En ik moet u zeggen dat wij hier op de regionale afdeling Vreemdelingenzaken geen inzicht hebben in de totale situatie in uw land. Nee, maar die is veilig. Ja, ik heb gisteren gebeld met de familie. Is helemaal veilig. Ja. Ja, dus dat kan zo zijn. Maar ik krijg ook berichten dat er in het zuiden nog altijd gevochten wordt. Hé, hey, Mustafa! Laat die gek maken! We zorgen gewoon dat je hier mag blijven! En dan gaan we toch niet naar huis! Nee. Dank u wel voor uw adhesie, ja, betuiging, maar... Ik wil terug. Ja, maar veilig of niet veilig, ook al is oorlog, is oké. Okay. Ik wil terug. Ik wil nu terug. Ik heb goed nieuws. We hebben met Den Haag gebeld. En Mustafa blijkt helemaal niet op een lijst van asielzoekers te staan die terug moeten. Dus onze vriend mag gewoon blijven. Denk dat Mustafa ons de kans heeft gegeven om te bewijzen de mensen in Gorinchem zijn zo racistisch nog niet. Wat in de kranten staat en hoe de verkiezingsuitslagen ook mogen luiden, wij zijn een dorp dat deugt. En ik denk dat Mustafa dat als geen ander weet. En ik wil hem dan ook graag de kans geven om... Samenvatten, ik heb een hele leuke tijd gehad, maar ik ben ongelooflijk blij dat ik weg kan. Mustafa, ik heb een raar voor je meegenomen. Kan je lekker op een andere energie? Nou, dit is heel jammer. Dat is heel jammer. Je gaat toch een soort vertrouwensrelatie aan met zo'n man. Je schenkt hem je hart in feite. En dan krijg je een stuk ondankbaarheid terug. Ja, je zal het wel niet mogen zeggen, maar je ziet het wel vaker bij dat soort mensen. Uiteindelijk kan je ze gewoon niet vertrouwen. En dat is jammer hoor, om dat te moeten constateren. Ja. Gaan wij er ook aan. Hé, hey Karin, vanmiddag om 5 uur, hè, de barbecue. Ja, de kip ligt al in de marinade. Oké, okay, schat. Wil je wel niet uitgezonden? Hartelijk welkom bij deel 2 van De Stem van het Volk. Ik ben zeer vereerd om de volgende gast aan te kondigen. De president van de Verenigde Staten, George W. Bush. Welkom to the Voice of the People. Thank you. It's a great honor. For me to be part of this television program, especially since one of your guests is a big hero of mine, Joep van Hek. How are you, Joep? I am not Joep. I'm Freak the Young One. You're being too modest, buddy. You're a very funny comedian. I liked your material about living every day like it's your last. And I believe that since I'm president, a lot of people actually live that way. And I loved your song, Flappy, about the rabbit that gets sentenced to death. I did not sing Flappy. All right, fine, whatever. Could we move on? Any questions? Yes, Mr. President, I've got a very important question. Do you remember me? I can't say I do.
Have you got a hint? I'm the Prime Minister of Holland. Nah, that's not enough. That could be anybody. I'm Jan Pieter. Jan Pieter Balkenende. No. Remember we had the breakfast together at the White House? You threw the stick and I ran away and I brought it back to you when you set apart. Remember? Right. together with Jape, the Hoopschepper. He wrote alone. Met het gas. Jan Pieter, how are you? Hey. How's the weather in Luxembourg? I'm from Holland. Yeah, I know, but how's the weather in Luxembourg? Oh, I look it up. Yes, I'll look it up. We hebben een vraag. Mag ik nog een vraag? Yeah. At home, I have a little laundry bear, and he's making strange movements with his hips, like Elvis Presley. Well, thank you, sir. I think that's a very important issue, and I'll be very straight and very blunt. Mr. Laundry Bear, if you are watching, I will hunt you down, I will kill you, and I will smoke you out of your hole. Make no mistake about it. Meneer de Jonge, heeft u misschien een vraag voor de president? Oh, nou, dan heb ik wel een vraag over het vrijgeven van die wapens. Want u stelt mensen in de gelegenheid om zich te bewapenen tegen mensen met een wapen. Maar die mensen met een wapen hadden in de eerste plaats al geen wapen moeten krijgen, zodat de andere mensen zonder wapen zich niet met een wapen hoeven wapenen om die mensen met een wapen te lijf te gaan. I'm sorry, were you talking to me? Oh, kijk nou naar Canada. Daar zijn wapens niet vrij verkrijgbaar. En er is bijna geen criminaliteit. Yeah, but Joop, that's exactly my point. Canada is the most boring country in the whole world. See? Ach, waar geen wapens zijn, daar verzint u ze wel. Maar daarom is mijn vraag dus eigenlijk, meneer Bush. Ja. Bent u niet eigenlijk gewoon een godsdienstwaanzinnige machtswellusteling? Well, Joop, can you keep a secret? You're right, but don't tell the American people. Because they're about to vote me in for a second term. meneer Bush, de verkiezingen zijn in november. Really? Thank you. Ja. En u heeft natuurlijk ontzettend druk. En we zijn heel erg blij dat u in dit programma bent geweest. Thank you for being in this Dutch television program. Oh, sure, no problem. I think every American state is important. Even the smaller ones, like Dutchland. Met alle respect, meneer Bush, maar Dutchland maakt nog geen onderdeel uit van de Verenigde Staten. Halala, geloof hem niet hoor. We horen gewoon bij jou hoor, Bush. We horen bij je, George. We zijn gewoon de 51ste staat van Amerika. Ja, dank u wel, meneer Balkenende. Meneer Bush, wilt u misschien ter afsluiting het Nederlandse volk nog iets intelligents meegeven? Well, sure, I would love to, but hey, I'm George Bush. Dank u wel, meneer Bush. Dit was de stem van het volk van deze week. Volgende week zijn we er weer met de mening van de man in de straat. Pas goed op jezelf en tot ziens. Thank you.